schorsingsdagen. En verder toch ook opvallend het debuut in de basis van Ibrahim Salah. Meer dan 2 weken geleden 21 geworden. Ojija. Blijft goed overeind, ondanks de druk van Miroshi, Hong. En heel veel ruimte voor Castromontes. Shirani voor zich. Castromontes. Eerst echt de doelpoging van Weghage. Voluit te gaan op zoek naar dat doelpunt, die ontbreken nog. Misschien is het ook een kwestie van geduld oefenen. Castromontes. Kums in één keer. Ja, dat is een aardige trap. De richting was goed, alleen... te veel afval. Ja, ja, Salah. Goede stil is dit. En Kuipers met 1-0. Nee, 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 nee. Hij laat het wel echt liggen, Hugo Kuipers. Druk zetten weer van Agent. Snel balverlies voor Zultuargen. En daar komt de volgende aanval. Castromontes. Te hoog voor hem. Te moeilijk voor Kuipers, maar die vringt er toch nog een schot uit. Echt te breed voor Kums. Het schot was ook niet echt een optie. Samwazen. Hong. Die gaat eens trappen, maar dat is een makkelijke voor Sam Bosut. Het is offensief. Castromontes nu op zijn voet natuurlijk. Kuipers. Castromontes. Gaat hij ook nog trappen met links? Bosut zat er een goed zicht op. Wist waar hij stond. En daar is Kuipers met het doelpunt. En zo begint de tweede helft met wat Agent eigenlijk in de eerste al verdiende. Met de goal van Hugo Kuipers. Een pak moeilijker dan wat hij in de eerste helft liet liggen. 5 goals Hugo Kuipers. Mooi aangesneden hoekschop. Maar mooi binnengekopt. De eerste paal richting de tweede, buiten het bereik van Sami Bosut. 3 mensen die daar richting die eerste paal lopen. En de verdediging. Hauge. Is een spits, natuurlijk trapt hij. Kuipers. Kuipers richting Salah. Dit was bijna de 2-0. Een minuut na de 1-0. Die brengt Salah dichtbij zijn eerste goal voor de eerste helft. Die had hij moeten maken, vindt hij wellicht, maar nou, ziet hem niet helemaal komen. Moet er zich naartoe gooien. Hij raakt. Oh, Ojija, mooi samenspel. Daar is de trap van Ojija. Geweldige trap, geweldige save. Bosut boos, want zijn ploegmaat liet deze man trappen. Bosut draait al lang genoeg mee. Bal met een vervelende krul, want je denkt die gaat de ene kant uit en dan draait hij plots. 71 minuten ver. Kums. De tweede zone. Daar is een Gadeu die terugkomt. Daar de Poitre raakt de bal maar half. Ja, maar Torunariga raakt hem wel helemaal goed. En maakt er 2-0 van. Dat is al veel geruststellender voor Agent. De jongste minuten minder nadrukkelijk zocht naar die goal. Jordan Torunariga met zijn eerste goal voor Agent. Mooi gelegd door Kums. Een Gadeu wint dat duel. En Torunariga, nou, heel opportunistisch omdat de Poitre zijn volley mist. De Duitser is blij. Het heeft veel aan gelegen om hem te houden na zijn uitleenbeurt van vorig seizoen. Waar ik hem meer dan 1 doelpunt in een uitwedstrijd. Het maakt de taak natuurlijk nog een pak moeilijker in de laatste 20 minuten. We hebben een bal tussen de palen, als we dat zo mogen opschrijven. Een doelpoging kan je het bijna niet noemen. De muur van Bosut staat. Daar komt Ojija. Jens Petterhagen. Controle is goed. Dan gaat hij naar zijn rechter. Dan gaat hij ook nog trappen. Nee, kiest voor de aflegger. Ojija. Ja.
Fedira. Het is 3-3. Hier is Braam. Braam om het opnieuw spannend te maken. Nee. Fofana. Kuipers. Had hem sneller aan de kwartier kunnen laten. Hauge. Gaat hij het doen? Net buiten het bereik van Bossuut. Tussen Zoetewaardigem. Weer een blok van Torunariga. Zoetewaardigem blijft gaan. Ramirez met nog een doelpoging. Logische en verdiende zegen voor Agent. Twee standaard situaties maakten het verschil. Het was eigenlijk eenrichtingsverkeer.